Hoi allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik terug op mijn kanaal. Wat nu momenteel even nog Always Mar heet, denk ik. Want ik ga mijn kanaal na veranderen, want ik begin opnieuw. Nou ja, opnieuw. De video's die erop staan, die laat ik er wel op staan. Maar ik wil eigenlijk andere content proberen te maken, betere video's proberen te maken. Dus ja. Maar in ieder geval, als je mij niet kent, ik ben Marielle Knol. Ik ben 17 jaar. En ik vind het leuk om video's te maken, maar ik durf het elke keer niet. Of dan heb ik een video gemaakt, geloof me. Ik heb echt heel veel video's gemaakt. En dan kijk ik ze terug en dan hoor ik mijn broertje op de achtergrond schreeuwen of zo. Of ik haat mijn stem. Of hoe ik daar überhaupt doe. Vind ik gewoon niet leuk. Dus dan verwijder ik hem weer. Kijk er niet meer naar. Ja, zo zijn we eigenlijk een paar maanden verder gegaan. En daardoor heb ik eigenlijk, ik denk, 4 maanden niet geüpload. Alweer niet. Ik ben echt goed in YouTube. Vandaag heb ik dus een What's on my iPhone voor jullie. Ik kwam op geen enkel idee. En toen dacht ik van ja, misschien is het wel leuk om te laten zien wat ik op mijn telefoon heb staan. Ik zie heel veel mensen het nog doen. Terwijl het eigenlijk al best wel een oud concept is. Dus laat ik het ook doen. Dus ben je benieuwd wat er op mijn telefoon staat? Kijk dan vooral lekker verder. Nou, zoals jullie zien, dit is mijn telefoon. Ik heb een iPhone 7. Ik heb dus een rose gold iPhone 7. En daarom heb ik dit hoesje. Het is letterlijk gewoon een lama of een alpaca, hoe jij het wil noemen. Want ik hou echt fucking veel van lama's en alpaca's. Ik bedoel, ja, alpaca's zijn mijn fucking dingetje. I love it. Maar in ieder geval terug naar de telefoon, waar gaat deze video over. Dit is mijn telefoon. Ik zal hem eventjes op vliegtuigmodus zetten, anders krijg ik allemaal berichten. Dit is mijn achtergrond. Het zijn rozen in water. Ik weet niet waarom, ik vond het mooi uitzien. Ja. In ieder geval, dit is dus mijn telefoon. De achtergrond hier is Guns N' Roses, want ik hou heel erg van die muziek. Ik snap als mensen zeggen van what the fuck, ik vind het niks. Maar ik vind het dus echt geweldig. En ik weet niet waarom ik dit hier neer heb gelegd. Ik vond het mooi. Dus laat mij. Oké. Hier heb ik dus zeg maar de standaard apps. Hier staat eigenlijk niet iets bijzonders tussen. Alleen hieronder heb ik dus telefoon, Safari, Snapchat en WhatsApp. Want ik gebruik Snapchat en WhatsApp heel erg vaak. Dus daarom zet ik ze gewoon een beetje hier in dit dingetje. Dan kan ik er altijd bij. In ieder geval, in dit mapje heb ik al die bullshit zitten van Apple zelf. Mapje heet O, want ik ben weer lekker origineel. Dit mapje heet ook O. Hierin staat Sonos, zo'n dagen aftel app, YouTube, Facebook, weerbericht, want ik kijk echt letterlijk elke dag of het weer goed is. Spotify gebruik ik ook echt heel erg vaak, aangezien ik echt muziekverslaafde ben. Play Memories van Sony, want ik heb een Sony camera. En daarmee kun je foto's zeg maar overzetten. En hier de ABN AMRO app. Oh. Hier Messenger die ik nooit gebruik. Ik krijg alleen maar van die spamberichten van open dit bericht niet, want het zijn hackers en dat soort dingen. Dat krijg ik echt no life. Maar hier heb ik document iets. Volgens mij is dat van Google. De McDonald's app, of course. Snapseed, daarmee bewerk ik heel vaak mijn foto's. Als je zeg maar een tutorial wil op hoe ik mijn fotostijl bewerk, doe even een duimpje omhoog of laat het in de comments achter. Altijd goed. Dan heb ik hier PostNL, dus als ik een pakketje heb besteld, dan doe ik PostNL. Dan kijk ik even waar die is en dan, ja, het spreekt voor zich. Marktplaats, heb ik laatst mijn camera op geprobeerd te verkopen, maar niemand wil hem hebben of voor te weinig geld. Dan heb ik hier, oh, ga eens terug, Fiasco Cam. En als je hier ook een tutorial, laat ik gewoon zeggen, als je een tutorial wil op hoe ik mijn foto's voor Instagram bewerk, laat dit achter in de comments. Hoe heet dat? Canon Camera Connect ofzo. En daarmee kan ik zeg maar de foto's van mijn Canon camera overzetten. Ik film trouwens nu met de Canon 750D, dus ja, daar heb ik geen unboxing van gedaan, want ik was te hebberig en ik wou hem gelijk openmaken. Herkenbaar of niet. Oh ja, dat was het. Instagram.
in een los mapje, want niet eens in een mapje, what the fuck. Maar zo kan ik hem snel aanklikken. En hier zitten mijn rooster app, 9292 en NS, zeg maar voor de reizen, voor met de bus te gaan en zo. En ik heb het allemaal hierboven gezet, want ja, ik ben autistisch. En hier heb ik ook een mapje en dat vind ik ook echt geweldig. Ik had hem ook hier neer kunnen zetten, maar dat was het enige app in het rijtje. Dus daar werd ik helemaal autistisch van. Dus ik heb hem hier neergezet. En daarin heb ik allemaal games. Dan heb ik eerst dat. Dat is een leuk spelletje. Maar ik heb hem heel lang niet meer gespeeld. Ik heb de spelletjes meer erop staan voor mijn vriend. Voor als hij zijn telefoon leeg heeft, dan gaat hij altijd mijn mobiel spelletjes doen. Want ja, hij is kinderachtig. I know. Dan heb ik hier Stick Hero. Dat kent iedereen vast wel. Flappy Golf. Ook heel erg leuk. Hoe heet dit ook weer? Chick Can Fly. Daar was ik altijd heel goed in. Don't Waste to Die 2 of 3. Ik heb geen idee. In ieder geval een van die twee. En dan heb ik hier Splashy. Oh, dat is wel heel leuk. Heb ik heel lang niet meer gespeeld. Maar het is wel heel leuk. Moet je eigenlijk gewoon zo op dat ding blijven staan. In ieder geval, laten we verder gaan. Anders word ik daar weer verslaafd aan. Hier heb ik Baseball Boy. Dat is ook leuk. Jetpack Joyride. Dat kent sowieso iedereen. Piano Tales kent ook iedereen. Bitmoji voor Snapchat. Draw.io. Vind ik ook best wel leuk. Dat is een nieuw spelletje. En dat is een beetje zoiets als... hoe heet dat ook weer? Al die andere IO-spelletjes, zeg maar. Hier, Scribble Notes. Snap ik niks van, dus ga ik verwijderen. Dan heb ik hier Heyday. Daar heb ik echt een verslaving voor gehad. Ik hoop dat die niet meer terugkomt, want dat was echt erg. En dan hier 2048. Ook heel erg verslavend. Nou ja, je moet in ieder geval tot de 2048 komen. Dat is heel leuk. En dan heb ik hier Erase. En daarmee kun je zeg maar kleurtjes matchen of zo. Dat is wel heel leuk. Dan heb ik hier nog een McDonald's app. Ik heb geen idee waarom. Dus vraag het me ook niet. Hier veel. Ook wel leuk spel. Piccolo, dat is zeg maar een drankspel. Dus dan als je met vrienden aan het drinken bent, is dat heel erg leuk. Episode, ja, weet ik veel waarom ik dat heb. Een pokerspelletje, stairs, woord, iets met woord, geen idee. En dan hier Minecraft en Crossy Road. In ieder geval, dit waren alle apps die ik op mijn telefoon heb staan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog. Laat in de comments achter wat jullie ervan vonden en of ik verder moet gaan. En of de kwaliteit van video is verbeterd, want dat vind ik heel erg belangrijk. En ja, heb ik nog meer te zeggen? Ja, druk op abonneren als je dat nog niet bent. Vind ik heel leuk. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!